Hallo iedereen, ik ben Charlotte Wijsmuller. Zoals jullie, meeste van jullie, als je mijn viewer bent, mijn kijker, en of je mij volgt op Facebook of YouTube. Ik hoop dat dit niet verbannen wordt door YouTube, want ik ga mijn scherm delen en ik wil meer visueel materiaal brengen naar jullie toe. Met betrekking tot dit verhaal, geen tijd voor tranen. En dit boek is het eerste boek. En daarom heb ik ook wat informatie over Truus. Je kan het filmpje in je eigen tijd kijken, allebei de filmpjes. De ene was ook van NPO 1 of 2. En daar wordt een tweede boek gediscussieerd. Die link van het programma zal ik ook in de omschrijvingsbox of doos of vierkantje doen dat onder de video zit. Ik hoop dat je ervan geniet. Ik zal het boek Geen Tijd voor Tranen, de tweede hoofdstuk, apart doen. Zo dan wordt het niet geschorst. Als dit stuk van de video geschorst wordt, dan weet ik dat ik het niet kan gebruiken. Mijn spijt. Oké. Ik ga nu een scherm delen en dat ga ik doen door dit te doen. En dan ga ik naar het grotere beeld en dan moet ik hier ook actie ondernemen. Ik heb geen, ik kan het laten zien, want dan zie je... Dit is een standbeeld van Truus Wijsmuller en ze heeft ook een naam in Alkmaar in eer. Dit is hoe ik Truus heb gezien. Dit is hoe ik Truus heb gekend, maar ze was ook in gewone kleren. Zij was gewoon heel vriendelijk. Ze was lang niet zo deftig als ze hier uitmaken. Ik zal het ook een beetje verder. Kijk, zo zag ze er nou uit. Zo herkende ik haar. Wacht even. Even kijken hoor. Hier zie je er weer. Zo zag ik Tante Truusje. En het brengt een tranen naar mijn ogen. Maar het is toch leuk dat ik Tante Truus weer kan zien. En hier zeggen ze in Engels, daar is ondertiteling. Je kan de ondertiteling ook veranderen door dit wieltje aan te klikken en dit vierkantje. En ik ga gewoon even doorzippen, want dit is allemaal over Eisenberg of zoiets. Hier zie je dat ze de kaartjes van de kinderen nakeken. Kinderen hadden kaartjes om hun nek aan een stukje touw. Want ze werden afgevoerd naar vrijheid, naar Engeland, naar Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland. Ook naar Eindhoven. Zelfs Nederlandse kinderen in de winter van de hongernood, die waren gedeporteerd naar Eindhoven en Friesland. Maar dat kan je kijken. Dit is hoe ze in haar bibliotheek zat. Ze was een hele erge zakenvrouw. Maar wat ik het meeste kijk, dit is de eerste standbeeld. En toen kwam later het standbeeld waar je haar daar ziet met 28 kinderen om haar heen. En de 28 betekent kracht en thuis en veiligheid. En ze had altijd een glimlach op haar gezicht. En dat stukje film wou ik even laten zien. Nou wil ik nog een ander schermpje laten zien. Kijken of ik dat wel voor elkaar kan krijgen. Dan moet ik naar stop screen sharing. En dan moet ik weer screen sharing aanzetten. Want ik moet een andere kanaal kiezen. En dat is dit. Hier krijg je de links van. Hier zie je Alkmaar. Dit was gedaan in 2020.
En ik zal even... Ik heb het boek... Hier is het boek waar ze laten zien... De laatste trein naar vrijheid. Zo, dat is eigenlijk het tweede trein. En hier zal ik ook een clip van de link van onder zetten, zodat jullie het zelf kunnen zien. Vinden jullie het interessant om, om zelf dit na te gaan? En zo, nou zie je Truus Wijsmuller. Je ziet ook de foto in mijn eigen clip, wat ik gebruik voor het boek. Dit boek is geschreven door, even kijken hoor, L.C. Froland. En ik geloof dat de publicatie was van P.N. van Kampen en Zoon N.V. in Amsterdam. Zo, ja, ik heb toch nog een stukje van Tante Truus. En dit kleine filmpje ga ik uploaden naar YouTube en Facebook. Dan kan je zelf kiezen of je de links wilt gebruiken voor de video's. En dat kan je misschien ook wel terugvinden in de community sector in YouTube. Zo, ja, samen staan we sterk en samen delen. En de eer aan alle bevrijders. En het is zo belangrijk om vrijheid te behouden en te respecteren. Wat er allemaal tegenwoordig op het nieuws, bommen in Rotterdam. Als je vuurwapens wilt gebruiken, ga dan naar een oorloggebied en ga schieten. Maar laat ons met rust. En Rusland, als mensen denken dat de Oekraïense mensen slachtoffers zijn, maar de Russische burgers die zijn ook slachtoffers van hun leider. En hij is de vijand van de wereld. Want hij wordt nu beoordeeld. Hij is oorlogmisdadiger gedeclareerd. Hier in Nederland heb ik dat op het nieuws gezien. Ik weet niet of iemand anders het gezien heeft. Laat je reactie achter. En laten we zoveel mogelijk respect hebben. Onze manieren beheersen. En onze mentaliteit. En laten we meer voor elkaar zorgen. Wat we zogenaamd hebben geleerd in de pandemic. De pandemic had ons naar elkaar toe gebracht. Waar is dat naartoe gegaan? Dit is alles wat ik hoef te zeggen. Hou je taai. Dankjewel voor het kijken. Geef me de duimpjes op. En de hoofdstukken zullen volgen totdat ik het boek uitgelezen heb. Het boek, dit is het eerste boek. Zo, dat is het echte verhaal. Zo, ik hoop dat je geïnteresseerd bent. Hou je taai, blijf sterk en geniet van de verhaal. Dank je. Hou je taai.